Hey Satellite Gourmet vrienden, cool dat je luistert naar deze podcast. Ik praat met studiogasten over horeca en gastronomie in de breedste zin van het woord. Om vooral hun passie met jullie te delen, te informeren en te inspireren. Hun verhaal kan ook straks dat van jou zijn. In deze aflevering ontvang ik niemand minder dan... Piet Huizentruit, een chef. Een icoon in de Belgische culinaire wereld. Dat kan op zijn minst van hem gezegd worden. Hij heeft sowieso West-Vlaanderen in zijn hart. Want dat hoor je om te beginnen af en toe wel eens aan die pittige tongval van hem. Trouwens, we delen hetzelfde dialect. Piet is een gastronoom pur sang. En hier op zijn plaats in Satellite Gourmet. Ik weet het nu zelfs al, we zullen tijd tekort hebben om Piets verhaal volledig uit de doeken te doen. Maar enkele highlights uit zijn rijk gevulde carrière wil ik voor eeuwig en altijd vastleggen in deze podcast. Vandaar doe ik het deze keer met een lijstje, waaruit Piet mag kiezen hoe hij wil beginnen. Hotelschool ter Duinenkokzijde. Wortegem Petegem met zijn restaurant Piet Huizentruit en een eerste Michelinster. Tot drie keer toe bijna doodervaringen. Vlaanderens bekendste tv-kok met culinaire programma's als Lekker Thuis en De Perfecte Keuken, Smakelijk en Chez Piet met Piet Span en het iconische SOS Piet. Mama Denise, een echte moederkloek. En Piet's rots in de branding. We zijn nog niet ten einde. Eerst Le Lutin Gourmand in Le Vent, Frankrijk, maar dan, sinds 2013, Le Coquet als eerbetoon aan papa Huizentruit. Wat me interesseert, het kunstwerk van koffieboon tot olijf te bewonderen in het restaurant. 2019. Zoon Cyril wordt des te belangrijker in Piet's entourage. Zijn er bijna. Piet's stempel op de Belgische gastronomie. En tot slot, Frankrijk, België, Vlaanderen, Zuid-Afrika. Piet, hieruit laat ik je kiezen. Wat voor een lijstje. En het wordt dus een gesprek. Misschien van de hak op de tak. Maar dan zij het zo. Piet, van harte welkom. Dank u. En ik zou zeggen, amai met een frak. Je hebt niet genoeg met 40 of 50 minuten zinnen. Nee, hè? Nee, ik denk het niet. Dat is allemaal een lijstje. Ik zou zeggen... Waarmee wil je beginnen? Heb je ze onthouden? Ik heb ze allemaal onthouden, maar er is zelfs geen een die mijn voorkeur draagt. Het is allemaal interessant en ik zou zeggen... Mag ik kiezen? Doe maar. Ja. Laat ons dus beginnen met Kokzijde Hotelschool. Daar heb je gestudeerd. Ik ook zitte. Dus ik ga u nemen op mijn tongval. Ik zal niet te veel proberen ABN te spreken, want... Je moet jezelf zijn, Piet. Ik zitte, als je de naam uitspreekt, krijg ik al koude rillingen op mijn rug en in mijn nek. Omdat dat eigenlijk een van de mooiste tijden van je leven is, maar je beseft het niet. En moest je nu kunnen zeggen, teletijdsmachine, ga terug, direct. Dat was... Ja, je wilt heel je leven voor kok gaan, want dat was niet chef of... je wilt voor kok gaan en je wilt voor kok gaan. En dan eindelijk, na mijn accident, na mijn bijna doodservaringen, mocht ik dan eindelijk naar de kokschool. Want de Huizentruiten, dat was niet gemaakt voor kokschool. Dat was gemaakt om ingenieur te zijn. Ik was eigenlijk de domste van de familie, moet ik zeggen, in wiskunde en biologie en dingen. Dat interesseerde mij allemaal niet. En aan 18 of 17 jaar en half mocht ik dan eindelijk naar de kokschool. En het eerste dat er dan gebeurt, ik wilde kok worden en we krijgen zaalles. En we moesten met diepe borden met water gevuld de trappen op en af. En er mocht geen water uit dat bord. En ik zei tegen mijn maten, de eerste maten dat je daar had, kom je hier nu voor dat en naar hier? Ik ben hier weg, hè. Want
wat was er ook in Kokszede? Ja, wij kwamen uit een tijd van de rock and roll, van de stovenbussen in Kortrijk, met patchouli en gescheurde broeken, naar een kostuum, geen nekhaar. Ja, ik verstond dat allemaal niet. Ik wilde... Ja, nu zijn het allemaal rock and roll chefs, maar ik wilde een rock and roll chef zijn. En als daar patchouli bij moest, zo wat? Wat doet dat dan nu zijn? Maar bon, Kokszede was dan ook, ja, een keer dat je doorheen geleefd wordt, we mochten dat smoren en drinken, al dat we wilden. Dat was nog een tijd dat je kost bij de koffie een cognacje vragen. Ja. Dat was toch fenomenaal? Ja. Er was een bar s'avonds. Het kostte hun er pint drinken. Fernand, de nopsziener, die stotterde. En ik herinner mij nog een tafel. We waren met 8. En ja, dat was het laatste jaar. We waren er al allemaal 21 jaar. Gasten. En dat was dan om 9 uur naar boven. En om 9:30 legt het uit. Allee, voor gasten van 21 jaar. Mm-hmm. Maar dat was zo'n strenge opvoeding. Je neemt dat wel mee dan, maar ik herinner mij nog, we waren met 8, gasten, gaan we nu een keer rebels doen eigenlijk, of rock and roll? Allee, elk trakteert elk 8 pinten. Ja, 8 x 8, hoeveel is dat? Ja, dat is veel. Ja, kan ik goed, 64. Stond er 64 pinten op die tof, en toen kwam 9,5... Ga je naar de kamer, hoi. Fernand, jongen, dat staat hier veel met pinnen, maar dat staat niet weg. 10 naar je onderbaden. Dus dat was eindelijk Kokszede, niet anders dan lachen, sfeer. Maar ook wat opleiding? Qua opleiding kreeg je toch wel de knepen van het vak. De basis mee van goede chefs, die nu jammer genoeg ook allemaal in pensioen zijn, Zoete, wie nou je dan nog? En ook de meesten zijn al overleden, de Griek. Goh, wie nou je dan nog allemaal? De Bever is ook al. Wanneer ben je daar eigenlijk toegekomen? Was je 16 jaar of? Ik was 17,5. Ik ben 18 geworden in Kokszede zelf. Ja. En na jarenlange discussie thuis van... Pietje, hotelscholen, dat gaat niet. Je moet naar Sint-Amang. En je moet A1 of A2 doen, maar ik kon dat niet. Dat was Kortrijk, hè? Dat was Kortrijk in het Sint-Amans College. Ja, ja, ja. En dan, de verhalen gaan zich mengen. De tweede doodservaring in mijn leven, dat was, ik kwam met mijn mobiletje onder een camion terecht, zo, ik had nooit vergeten, van de Nede. De mens is mij nooit komen bezoeken maar onder zo'n containercamion. Misschien als die toort, had hij toch nog spijt krijgen en zich excuseren, maar onder die camion geraakt met mijn mobiletten. En ik herinner mij nog de doodstrijd. Ik raakte niet weg van onder die mobilet. En dat dubbelwiel kwam op mijn hoofd terecht. En het stopte hier. Natuurlijk, de luisteraars zien dat niet, maar dat is 20 centimeter voor mijn hoofd stopte de camion. En er is een mens voor die camion gesprongen. Ik heb hem ook nooit gezien, ik weet niet wie dat is. Mm-hmm. Die eigenlijk mijn leven dan gered heeft. Wauw. En vanaf dan heb ik gezegd, ik ga er een vloekje bij doen. Godverdomme, ik ga nu toch doen in mijn leven wat ik wil. Ja. En dat was naar de kokschool gaan. Oké, ja. En je zegt je tweede doodservaring, wat was je eerste dan? Oh, de eerste is eigenlijk wel wat grappig. want er is niks grappigs aan een doodervaring, ja, hè, maar Piet? Het is omdat ik ze niet meegemaakt heb. Ja, mijn ouders waren oud-koloniaal en in 60 hebben ze alles verloren. Wat gebeurt... Nog even de verduidelijking voor de mensen die het nog niet weten... Papa had een koffieplantage in Conho. Hè? Een koffieplantage tussen... Dat waren de jaren 60 dan? Ja, eigenlijk de jaren 50. Hè? Van 50, nog van vroeger, 50 ja. tot 60 is het nog gebleven. Had een concessie en ja, is eigenlijk
eerst is onze lieve naar huis gestuurd met vrienden. Dan dat is een broer van jou? Dat is mijn broer die daar geboren is. Dan onze moeder is naar daar. Ons vader wilde daar zo lang mogelijk blijven om zijn zaak te redden. Tuurlijk. Nee, al de ambtenaren zijn wel naar huis gestuurd en gered. Maar de zelfstandigen gaan blijven. Dus dat was zaak. Op het moment dat Congo onafhankelijk werd, ja, hè? Ja. Dus dat is nu allemaal verbloemd, maar dat was echt wel gevaarlijk. Ja. Dus om nu op de doodservaring terug te komen, mijn ouders hadden niks en twee kinderen, geen huis, geen kleren, niks. En dat was de opkomst van de pil en mijn ouders hadden besloten geen kinderen meer. Maar mijn vader komt uit een christelijke familie, maal 1000, moet ik zeggen. En ze waren dan met 10 thuis. Totdat de grootmoeder zei in die tijd, wanneer gaat die derde maar komen? En ja, het doen was om kinderen te maken. Tuurlijk, toen. Dus, en mijn ouders nog een keer zijn aan het werk gezet en ben ik tot stand gekomen. Dus het is geen doodservaring, maar eigenlijk was ik er niet. Oké. Ja. Heb je er spijt van? Nee, godverdikke. Je staat goed in het leven. Genieten hè? Van het leven. Ja. Er zijn andere tijden geweest, maar nu is het... Ik ben 58, het is tijd om nu te genieten. En ik ben er blij om. Ja. Ja, goed. Kokschool klaar. Je hebt geproefd van de zaaldienst. Je hebt geproefd van de keuken. Het was duidelijk voor jou, tussen die twee... Ik wil in de keuken staan. Ik wil een echte kok worden. Ja, maar ik wist niet wat dat er in mij zat. En ik vergelijk dat altijd met talent. Hey, talent, hoe weet je nu dat er iemand geboren wordt en die net talent om te koken? Je weet dat niet. Dus is dat geen roeping? Een beetje, toch? Ja, ik weet het niet. Als je mannetjes van 4-5 jaar zien en die shotten op een bal, een kenner gaat zeggen, dat is talent. En zo'n Kevin De Bruyne, die wordt eruit gehaald, dat is talent. Ze zien dat. Hoe zie je dat nu van een chef? Ja, je ziet het eigenlijk, maar op het einde, als hij zijn opleiding gedaan heeft, en dan moet hij nog een restaurant starten die tegenwoordig al... €1 miljoen of €1,5 miljoen kost. En dan pas zie je zijn talent. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk de omgekeerde weg. En hoe is dat bij mij gebeurd? Ik heb er een zeer goede vriend aan overgehouden. Die Van Malen heeft mij op mijn eindexamen mogen kraakt in twee. Als deze er deur is, kom ik hier nooit meer jugeren. Dus en... door al die pint te drinken? Nee, dat weet ik niet. Je was eigenlijk wel een beetje een rebel. Nee, maar... Maar je was geen braven, hè? Ik was aan het kloten in dat examen. Ja, want de Goossens was ook geen braven, heb ik gehoord. Maar daarentegen waren jij iets. Hoe zeggen ze dat? What is in Coxide, stays in Coxide. Oké, goed. Tussen vier mieren. All right. Dus, Eddie Van Malen? Die neemt mij op mijn eindexamen gekraakt, maar ik heb er eindelijk later een goede vriend aan overgehouden. En dan kwam zo'n beetje, godverdikke, dat gaat toch met mij niet gebeuren. Ik heb zo gerebelleerd om hier te mogen zijn en nu ga ik hier de afgang van mijn leven, dat gaat niet. Dan heb ik gezegd, ik ga in alle goede grote huizen van België en Frankrijk werken, totdat ik van mijn eigen zeker ben. Dat is het. Dat heb ik dan ook gedaan. Le Cahier du Palais Royal, Cravage d'Or, dat waren allemaal 2 sterren. Scholtenhof, Boyer, Reims, 3 sterren. Ik moest en ik zou er komen. Maar weet je dan al dat je talent hebt? Nee. Nee. Dan moet je eigenlijk ook rebelleren. En de klik is eigenlijk gekomen toen dat ik met mijn lief, die nu mijn vrouw is, Veronique, naar Willy Slawinski ben gaan eten. En daar zijn mijn ogen open gegaan. Waar is dat? Die ken ik niet. Die ken je niet. Dat is eigenlijk een beetje een schande, Sabine, dat je die niet kent als gastronoom. Oké, leer hem mij kennen. Dat was het grootste Belgisch talent die er rondliep op de aarde eigenlijk. Willy was een vernieuwer in zijn tijd. Was een groot
grote vriend van Michel Bras. Hij heeft iets gedaan in België die never been done before was. Hij vernieuwde, hij maakte lichtere saus, hij werkte niet meer met room. Hij ging zijn eigen weg. En het, dat was echt... Waar was hij? Waar was in Gent. In Gent. Twee sterren, is gestorven aan pancreaskanker. Jammer genoeg, maar toen dat ik daar, het restaurant was Apicius, toen dat ik daar buiten kwam met mijn lief, zei ik, that's the way I'm gonna do it. En niet de manier van Willy, ik zei, ik moet mijn eigen stijl hebben en ik moet en ik zal die stijl doordrijven, gelijk of dat Willy een koppenhard was, en ik echt zo koppig doorgedreven dat hij bijna het einde van mijn carrière was. Mm-hmm. Dus in Wortegem-Petegem ben ik dan mijn eigen restaurant gestart. Out of the blue, geen studie of dat er restaurants nodig waren in die streek. Waarom ben je daar terecht gekomen? Hoe ben je daar terecht gekomen? Ik zei altijd, het moet tussen Kortrijk en Waregem zijn, omdat in die tijd daar de rijken zaten. Ja. En dat je dat... Dat restaurant je eigen naam gaf, dat is ook wel eigenzinnig en gedurfd. Hè? Ja, het is ook een beetje zo van, ik wil echt... Dat was toch een beetje de trend. De trend dan. Ja. Hey, had Philippe Bogaert, had hij die van de Kerkhoven, had hij die van Malen. What's in a name? Piet Huizentruid, voor dat. Maar Piet Huizentruid was dan... Ja, dat bekte zo niet. Hey. Dat was een lange naam. Vraag aan een Limburger om Huizentruid uit te spreken, dat is al wat moeilijker. Hey. Maar zwart, ik ging ervoor en ik zou de stijl van mijn thuis erin steken, goedkope producten mengen met mooie producten, hè, en de varkenspoot thuis heeft mij altijd geïntrigeerd. De boulie, de mergpijp, dat was bij ons allemaal... Dat kwam op tafel eigenlijk. Normaal, ja. Het was maar dat witte bonen. Ja. Ons moeder maakte dat allemaal zelf. Ik herinner mij dat er waren drie blijen bij ons thuis. Tomat concentré, moambe en pilchards. En pilchards, ons vader Atta had die een keer een stuk in zijn voeten had dat of zo. en hij zei altijd, ventje, later ga je dat wel verstaan, vent. Maar zin, dat was dan zo. Mensen rookten dan nog. Later ga je dat wel verstaan, vind je. Dat niet goed moet helpt. Dus ik moest en ik zou Wortegem-Petegem op de kaart zetten, culinair. En ja, dat was revolutionair. Hé. Een tarbotje met varkenspoot of een kreeftje met bloedworst, oester, varkenspoot, rode kool. Je deed eigenlijk al een serieuze food pairing. Ja, maar dat was iedereen die toen de naam Piet Huizentruid uitsprak, was... Wow, met zijn kreeft en zijn bloeling, ja, ze zijn zot zeker. En vroeger, nu is dat allemaal social media. Ja. Vroeger moest je eindelijk wachten totdat er een journalist aan je deur kwam, die deur opende en die dan vond, wauw, hier moet over geschreven worden. En die eerste journalist, dat was Pieter van Doveren, die mij 5 op 5 gaf in de trends of zo, of 4 op 5, wat uitzonderlijk was, ik weet het niet meer. Ja. En dan is de bal beginnen rollen en dan... Ja, want er kwam niet lang daarna al een Michelinster. Nee. Op die Michelinster heb ik toch een eindje gewacht. Toch? Ja. Wat dat er wel direct kwam, dat was na een jaar 16 of 20 in Goy Mio. En na 2 jaar 17 en Cuisinier de l'année in Goy Mio. Wat ik nog altijd... Ik vond dat uitzonderlijk. Hè. Na 2 jaar kreeg je al 4 tokken en 17 op 20. En hoe oud was je toen? Ik was nog geen 30, dat weet ik. Nee, hè? Ja, dan je jonge 20 jaar zijn. Ja, na mijn 30 had. Dat was uitzonderlijk. En dan begon de strijd tussen de journalisten ook. Hè. De een vond dat keigoed. Ik zie nog altijd monsieur Gaudissart binnenkomen. Ik heb er mijn eerste schilderij aan gewend. Ik vond afschuwelijk hoe dat hij mij benaderde. Dat was een Brusselaar die de Mart, het boekje De Mart had hij. Ja. En op het einde van het jaar hadden dan in zijn Mart de optelling van alle gidsen
de Guy de Lemaire, Henri Lemaire, die nogal acide was. Dan hadden Michelin, Goemio en zijn quotering. En ik had in alle hitsen, ik weet niet hoeveel, uitgenomen bij hem. Omdat ik hem natuurlijk zwaar aangepakt heb, omdat hij mij zwaar aanpakte. Ik was nog altijd in die tijd... You hit me, I hit you double. Eh? Mm-hmm, mm-hmm. En die gast kwam binnen, ik had nooit vergeten, met de sigarettenbakjes en een gin tonic als aperitief. Nu is een gin tonic een mooi aperitief, omdat dat in balans ligt. Vroeger was dat een Schweppes met Gordons in een longdrinkglas met zoveel mogelijk ijs dat je het niet meer smaakte. En een citroen erin. Eh? Ja, voilà. Dus 3 gin tonics in zijn kleren. En dan mijn menu, découvert. En ik kom aan tafel. Monsieur Gaudissart, est-ce que ça vous a plu? Quelle question, ça? Bien sûr que non. Oui. Ah, ik zei, des explications, s'il vous plaît. Ja, leg het een keer uit. Ja. Oh non, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Ik zei, oui. Maar pourquoi? Tuurlijk, je wil weten waarom dat het niet lekker dus was. Dus ik had altijd zoiets van, kritiek mogen ze aan mij absoluut, geven. Maar het moet opbouwend maar zijn, je moet er iets aan hebben. Ja. Zie, en nu word ik al zo'n beetje kwaad. Je moet mij een reden geven. Tuurlijk. Waarom? Ja. Want er zijn redenen als je het niet lust. Hè? Is er een technische fout... question acidité, zoet, zout, zuur, bitter. Hey, nu is er nog umami bij. Maar heb ik daar een fout gemaakt? Heb ik alles in balans gehouden? Iedereen weet dat ik een topprofessioneel ben. Mm-hmm, mm-hmm. En ik wil leren uit mijn fouten. En wat zei je toen? Och nee, het was geen spreeknaand. Ja, infernal. Dat is toch kwats, hè? En dan dat heb ik hem op mijn West-Vlaams uitgescheten in mijn taal. Want dan zei ik, ga nu ook geen Frans meer spreken tegen hij. En ben ik weggegaan. Maar ja, dat ging natuurlijk in de punt. Nee, okay. Dus Michelin gaf mij een ster, Goemio 17. Ik had 89 in de Henri Lemaire en ik had iets van... 13 of 14 bij hem of zo. Dus wat. Geen probleem. Ik heb er mijn eerste schilderij aan gewijd. En het was redelijk straf. Mm-hmm. Maar wat. Oké, okay. Mooi. We gaan misschien een sprong maken. Op een bepaald moment had je er misschien genoeg van Wortig en Petergem? Of was het van, ik wil eens andere oorden? Want was het toen al dat je zo longte naar Frankrijk? Nee, ik had er geen genoeg van. Het was mijn droom om dat verder te doen. Het was een mooi zaakje. Ja, het was schitterend. Ik moet eerlijk zijn. Ja. Ik denk, ik moet nu niet stoeven met mijn eigen, maar... dat ik eigenlijk te vroeg geboren was om die mengelingen te doen. Mm-hmm. Het was te vroeg. Mensen waren niet klaar. Niet klaar voor dat gedurfd soort. Voor kreeft met bloedworst en rode kool. Ik weet nog dat mijn grote leermeester Roger Souvereins kwam en ik had... een oesterke met een yoghurtsausje toen. We spreken over 30 jaar geleden. Hè. En ik weet nog, Roger is 2 étoiles Michelin quand même. En hij zei, Piet, je slaat de bal mis. Yoghurt past niet in warm eten. En zeker niet met oesters. Terwijl dat zo'n lekker gerechtje was. En als je nu ziet... Ik was de eerste die met yoghurt werkte. Ja, en nu? En nu zie je absoluut, zelfs in de huishoudens. Iedereen werkt met yoghurt in zijn sausen. Iedereen werkt met yoghurt in zijn vinaigrettes. Ik ga overlaatst eten in hetzelfde. Vicky is een formidabele maat van mij. Ja, er staat een tarbotje met varkenspootjes op zijn menu. Ik ga niet zeggen dat ik de uitvinder, want je vindt niks uit, maar... Het was toch 30 jaar geleden al zo in Wortig en Petergem. Ja, ja. En ik ben er fier op. Ja. Nu, ik ga eens al de sprong maken naar dat laatste zo, de stempel op de Belgische gastronomie. Daar zeg je het eigenlijk. Maar als ik nu vraag van,
Wat is voor jou nu een mooi, gebalanceerd, goed gerecht? Ja, dat is eigenlijk niet moeilijk, hè, Sabine. Een goed gebalanceerd gerecht. Ik heb het in 1997 in mijn eerste boek uitgelegd. Er moet een balans zijn tussen zoet, zuur, zout, bitter en umami. Toen, de laatste? Toen bestond umami nog niet. Nee. Maar sowieso, een keer dat je de balans in je kop hebt, hè, bij dat umami nu bestaat of niet, hè, daar begint dan het talent. Je ja. maakt het sowieso in balans. En als je het niet kunt, ga je het nooit kunnen. Daar start het woord talent in de gastronomie. En al die chefs die 1, 2 of 3 sterren hebben, hè, dat is talent. Je moet dat niet verder achter zoeken. Die weten wat dat is. En die gaan ook nooit een verkeerd bord serveren. Het is daarom dat de discussie tussen een klant en een chef altijd de moeilijkste discussie is die er bestaat. De chef weet dat alles in balans ligt en de klant gaat zeggen, ja, maar ja, nee, want ik heb dat daar zo heen en ik ken er zoveel van en de cuisson dit en de dingen dat. Sorry, hé. En de chef gaat nooit een verkeerd bord doorgeven. Ja, nee, dat kan niet, hè. Voilà. Ja. Dus de discussie of de definitie is niet moeilijk. Het moet in balans liggen. En in mijn boek Eigentijds Eigenzinnig heb ik uitgelegd wat zoet, zuur, zout en bitter is. Wel, leg het maar een keer uit. Hè. Hmm. Wat is zoet? Ja, suiker. Ja, wat is suiker? Ja. En hoeveel mag er in een gerecht? Te veel is naar de... Ja. En te weinig... Als het niet in balans is met aciditeit of met bitter. Of, hè? Het is gelijk vroeger over de gin tonic. Nu zijn ze allemaal mooi in balans. Mm. Hè? Die tonicsjes passen daarbij. Maar vroeger, dat was geen balans, dat was een suikerbom. Ja. En alles wat suikerbommen zijn, ja, sorry, dat is niet goed. Hè? Ja. Zowel voor de gezondheid als voor de smaak. Oké. Okay. We gaan nog iets doen uit je lijstje. Frankrijk. Ja. Wat was dat daar? Je hebt... waarom Frankrijk? Waarom Levant? Want het heet, die eerste restaurant, Le Lutin Gourmand. Ja, maar dat was eigenlijk een spielerijke van mij. Ja. Eigenlijk, met, in Wortegem en Petegem hadden we ooit... we wilden dat huis kopen. Dat waren grootgrondbezitters. Die zeiden, oh Piet, jij kunt dat toch nooit kopen. En dan zei ik, allee, ik ga dat helemaal verbouwen. Hè, boven de loft, dan de midden, het verdiep waar wij woonden voor mijn kooklessen. En, hè, want dat marcheerde heel goed. En dan beneden het sterrenrestaurant. En dan deed ik een heel verbouwing. En die mens is jammer genoeg overleden, maar was architect. En ik... Oh, Piet, fantastisch plan, fantastisch plan. En die zei, ja, allee, ik zal de Veluxen steken. Ik zei, ja, maar ja, dat gaat niet. Nee, ik wil investeren. En dan ja, wilden wij een vakantiehuisje kopen in de Ardèche. En eindelijk is het van een vakantiehuis is het ons een thuis geworden. En toen had ik lekker thuis met een televisie. En ik zei, bij dat ik nu van hier werk of van Frankrijk mijn recepten schrijf. En een weekje met een TGV naar België. En zo is dat gegroeid. Mm-hmm. En toen kwam plots die Lutin Gourmand te koop. Dus dat was een bestaand dat restaurant? Dat was een restaurant, ja. Maar, klein dingetje zo, nee, mooi op zijn Frans, of was het te groot? Je verbloem het nu, mooi op zijn Frans. Mooi op zijn Frans, ja, dat bestaat niet, dus nee, vies en vuil. Hè. Ja, ja. Yes. Allee, sorry dat ik het zo zeg, maar het is zo. Wat werk aan. Ja, ja, wij hebben dat helemaal verbouwd. En dan deed ik Le Lutin Gourmand, die eigenlijk een bedevaartsoort geworden is. Hè. Mensen sleurden mij bijna van achter het fornuis om een foto. Tot ik dat dan mooi afgesloten heb. En ja, het was eigenlijk wel een goede periode, maar dat was een bedevaartsoort. Ja, het was een beetje te veel. Je kon niet, op een bepaald moment is dat ook wel zo. Hè? Weet je wat, ik was nog jong, dat ging wel. Ja, ja. We zeggen het daar eens, hè? Een bedevaartsoort, beroemdheid. Dus in die tijd was je de bekendste tv-kok van Vlaanderen aan het worden. Aller tijden, ja. Ja, er zijn er nog een paar hele mooie tv-koks die jou voorgegaan zijn. Ja, maar ik kan er nu zo niet opkomen. Noem er mij nu een keer een. Er is er een die de altijd advocaat, in mijn... De advocaat is gestart, John Bulting. Ja.
John Bulting. John Bulting, maar... en dan was er... Oh, man. Dan was er... Het is een beetje zoeken, hè, Max? Erwig van Hoven, ja, okay. Drees Thema's, Mark Paasbrugge. Mark Paasbrugge ook. Voor mij, ja, was, het was een doorn in het oog dat alle kookprogramma's door niet-professioneel gedaan werden. Dat kon er bij mij niet in. Mark was de eerste die een echte professioneel was, ja. Maar die dan ook zijn vak uitoefende op tv. Ja. En zijn vak was, die had twee sterren, nee, die gast. Terwijl ik zei, de mensen thuis moeten het kunnen maken. En je moet niet altijd op een televisie komen om te zeggen, kijk, ik ga je een keer kreef met bloedworst doen. En kijk maar allemaal een keer hoe, want je gaat het toch niet kunnen. Ja, ja. Dus mijn visie en mijn ideaal was, ik ben misschien wel een topchef, maar niet iedereen thuis moet topchef zijn. Iedereen thuis moet weten hoe dat die een friet moet maken en balletjes in tomatensausen. Want er zijn nog altijd jonge meisjes die dat niet kunnen. Nee. Mm-hmm. Ik heb het mee gehad van thuis, jij misschien ook. Mm-hmm. Maar er zijn nog altijd jonge meisjes die geen chikongse nespen kunnen maken. Nee. Zonde. Zonde. En geen patatenpuree. Dus was ik daar om dat te doen in Lekker Thuis. En dat met Mimi was dat met toen. Met Mimi Schmidt. Ja. En dat was instant succes. Hè. Dat was een bom, hè. Wij hadden voor het middagnieuws, die nu jammer genoeg ook niet meer bestaat, staat bij VTM, hadden wij toch 300-400 tust kijkers, hé. Ja. 10 voor 9. Ja. Dat was gigantisch. Ja. Ja. En dan is het positief uit de hand gelopen. Absoluut, hè. Het is niet meer gestopt. Je hebt eigenlijk al verschillende televisieprogramma's gemaakt. Ze worden nu zelfs herhaald. Hè. Fantastisch. Ja, als je er nu naar terugkijkt. Oh, kijk. Heb je goesting om terug iets te doen? Ik kijk niet terug. Ik heb altijd goesting om iets te doen. Ik ben nu eigenlijk in een periode van alles wat ik nog niet gedaan heb, ga ik doen. Ja. Zie mijn vertelling hier over een podcast. Ik wist niet eens wat dat was, maar bon, je hebt mij goed uitgelegd. Welkom, ja. Piet. Waar zou het me nu? Televisiewerk. Vond je dat echt leuk om te doen? Ja. En was het eigenlijk ook van jou uit van, kijk... Van mij was dat raar. Ik was een chef de cuisine en ik weet nog in het begin dat ik zei tegen de cameraman, Hunder weet niet wat dat werk is. Chef de cuisine, dat is werk. Totdat ik eigenlijk echt professioneel tv-kok was en dat ik besefte, godverdomme, dat is echt wel werk. Ja. Ik heb dat ooit een keer gezegd aan een cameraman en die zei niks. Die pakte zijn camera, hij zette dat op mijn schouder. Zegt hij, loopt 20 meter vooruit, loopt dan 20 meter achteruit. En zegt hij, voor mij moet je zelfs nog beeld niet scherp houden zijn. 20 kilo op je schouder. Ja, oké, het is goed. Ik neem al mijn woorden terug. Ja, dat is zwaar werk. Maar het is eigenlijk... Het blijft ook een van de mooiste tijden uit mijn leven. En SOS Piet is... Ja, je dat ziet overal nog. Krijg ik een knuffel of vragen ze een selfie. Ik had gisteren een meisje van... 10 jaar. Oh, ik ben zo'n fan van jou. Mag ik op de foto? Maar ik zeg, alleen meisje, 10 jaar. Ik ben al 10 jaar van televisie weg. Ja, maar de herhaling met YouTube en dingen. Ja, dat blijft leven natuurlijk. Dat hè? Blijft leven. SOS Piet is voor iedereen van... Goh, van 3 tot 100 jaar, iedereen kent SOS Piet. Absoluut. En ik vind dat fantastisch. Ik heb er een tijdje moeilijk mee gehad toen dat stopte, maar het is wat het is. Ja, dat is altijd zo natuurlijk. Ja. Je valt in een zwart gat, hè, bijna. Oh, in een zwart gat ben ik nooit gevallen, maar ja. Dan startte ik met Licoké en... Eindelijk, ik ga heel eerlijk zijn, ik vond, je hebt dan direct weer een ster en je voelt je eindelijk weer topchef. En dan is SOS Piet, de gewone keuken. En op den duur was ik zo... Heb je nooit een beetje zo verbrand gevoeld van, ik doe hier altijd de dagelijkse keuken, het gewone koken... Dat je misschien dacht van, misschien vergeten ze wel dat ik wel hoogstaand culinair gerechten kan maken. Ze hebben het uiteindelijk nooit vergeten, want dat was tot in 97. Dat is al, we zitten nog bijna
30 jaar of, ja. of meer, ik weet het ja. niet. Dan, ja, na 10 jaar SOS Piet wisten de mensen niet dat ik een ster had. Dat in, nee, hier en daar een gastronoom die dat wel wist, maar ook de jongere generatie wist dat niet. Wie, weet, wie is er bij mij komen eten? Gert de Mangeleer nog. Mm-hmm. Sergio Herman zie ik nog altijd zitten aan tafel 6 met zijn liefke. Dus ja, die wisten dat allemaal niet. Ik heb mijn eerste ster gehad samen met Peter Hoosjes. Wij hadden een restaurant in vogelvlucht een kilometer van elkaar. Wij waren maten, allee, nog altijd, maar ja. Het stak dat het publiek dat niet wist. Ja, hè? Terwijl dat de heel de setting rond gastronomie is helemaal veranderd. Al de chefs zijn rock en roll sterren. Terwijl je vroeger moest kreef met bloedworst geven om eruit te springen. Ja. En nu is iedereen wordt gevraagd, iedereen heeft een verhaal. Het gaat hem ook om het verhaal. Hey, Willem Hiele zit daar in zijn klein huisje. Gaan nu naar Oostende. Is allemaal, dat zijn verhalen. Willem, ik zie Willem... Storytelling, hè? Ja, ik zie Willem, woord, ik ja. zie Willem als een jonge Piet, de beeldenbestormer, de viking, die godverdomme, ze gaan eten wat ik kijk zeggen. En ik smid ik uit mijn tarbot, heb dat vier met schutten en dat is zo. En ik was ook zo. Ja, je was ook zo. De enige raad dat ik aan Willem kan geven, wat ik hem trouwens ook al gedaan heb, is toch iets diplomatischer te zijn soms, want ja. de muren luisteren mee, zeg ja, ik altijd. Ja. Maar wat ik altijd wel in jou heb bewonderd, dat is, je bent altijd jezelf. Je gaat je nooit anders voordoen, op televisie niet, hoe dat je beweegt in de gastronomie, denk ik. Piet blijft Piet. Piet blijft Piet en Piet is nog altijd de man van het volk die zowel SOS Piet kan koken als een ster kan koken. Ik ben er eigenlijk vrij gelukkig mee, omdat ik toch een van de enigen ben die 20 jaar professioneel tv-kok geweest ben. En in mijn geest ben ik ook 20, 25 jaar sterrenkok. Dus waarom zou ik veranderen? Als er mij iemand een selfie vraagt, dan geef ik dat. Pff. Ja, hè? Mooi, hè? Ik heb nog nooit zo een gehad van het volk. Dus nee. Ja. Dat wil zeggen dat iedereen nog altijd van je houdt. En eigenlijk is het vraag aan alle chefs wat dat ze willen. Hè? En ze willen allemaal respect. Dat is het enige wat dat ze Absoluut. Willen. Absoluut. En dat doet deugd gewoon. Ja. Maar Piet is Piet. Piet is altijd Piet gebleven. Maar ik denk dat je mama daar ook voor iets tussen zat. Of zit. Ja, nu... Die is helaas overleden in 2018, nu zeker. Nu snijden een... Ja, gevoelige snaar. Gevoelige maar je snaar. Vertelt maar wat je wilt vertellen. Ja. Maar nu, als ik zeg dat zij jouw rots in de branding was, als of is... Als op culinair vlak ga, heb ik... Dat zal raar zijn om te zeggen, maar als ze zeggen, de culinaire idool, ik heb maar één culinaire idool. Dat is je mama. Dat is mijn moeder. Ja. Die heeft mij alles geleerd en alle verhalen, alle gerechten komen uit haar. Hey, dat is ongelooflijk. Dus hè? Ja, keremelkstampers, keremelkpap met rist, bloelink. En bij elk gerecht ontstond er bij ons een discussie tussen moeder en vader. Ons vader, ik ga nu proberen te klappen gelijk ons vader, is praat met de R, maar ik kan het niet. Cyril kan het wel. Ons vader, je kent er niks van. De Moambe, je kent er niks van. De zwarte kosten dat beter. Bloedworstbank, je kent er niks van. Je klakt altijd open van je. Uitsepot, je kent er niks van. Wat je doet. Zei dat tegen jou? Nee, tegen je mama. Tegen onze moeder. Want onze moeder deed er geen zwinnenpot in. Oké. En dat was altijd discussie. En ons vader maakte altijd de spaghetti saus. En onze moeder moest er nog maar in roeren. En het was mis. Het gaat weer mislukken, nee. Je kent toch niks van... Je moet er van blijven.
Dus ja, ik heb al die verhalen mee van thuis en ik... waarom deed ik een varkenspoot met kreeft? Ik heb daar een reden voor. Ja. Waarom deed ik kalshersenen? Ik heb daar een reden voor. Ons vader klutste rauwe kalshersens in de pan met kappertjes, een shallotje, look en peterselie. Wie in godsnaam doet er dat? He? En hij smeerde ze in een boterham vol met boter en dat ging daar dan op. En ik zei, papa, hier ze proefde ik, vind je dat godverdekken goed, hé. En ik proefde dat van 8 jaar, 6 jaar, wat dan normaal kind zo van kotsen. Ja. Ik vond dat schitterend. Maar dat is het beeld dat ik heb van mijn vader. Ja. Een gerookt naring in zilverpapier met boter en look en peterselie. Wie in godsnaam doet er dat nog? Ja. Maar daaruit komen al mijn gerechten. Ja. Hey, maar dat is jouw verhaal, hè, Piet? Tuurlijk, als ik een stukje makreel doe... Ja. Licht gerookt, met een beuterke met look en peterselie op hoogstaande wijze nu, ja, dan is dat dat. En niks anders. Mm-hmm. Hey, nu gaan al de chefs wel altijd een mayonaise roken of een dingetje fermenteren, maar het lag bij ons thuis op tafel. Had er iets te lange in de frigo gezeten, nou. Ja. En het was een beetje zeur, maar toch nog goed. Was het eindelijk al aan het fermenteren, maar het was toch nog goed. Ja, ik ben er van toen al mee bezig. Maar zwart, uit het verhaal verteld, nu was het gemakkelijk van dat te vertellen. Iedereen doet het. Ja. Sorry, toen niet. Ja. Voilà. Ja. Wanneer is je papa gestorven? Dat is nu al... Maar zien we dat ik zeg van als mijn zus. Maar mama heeft nog eigenlijk een heel mooi eind van jouw carrière meegemaakt. Hè? Ja, ze was ook altijd te zien, ze stond achter jou, je schouder. Het schouderklopje als het niet goed ging. Ons moeder heeft nog allemaal meegemaakt. Ja. Maar ons vader heeft het begin van de carrière meegemaakt. Ja. Ik denk dat 1 of 22 jaar geleden is. Ja. Dus het stond voor jou vast als ik. Hè, Le Lotin Gourmand wil vervangen door een nieuw restaurant, dan moet dat de naam krijgen van mijn vader. Ik weet nog, in de pers was er zoveel zoektocht. Hè. Hoe zal het restaurant van Piet heten? Dat weet ik nog. Maar het was voor mij ook een zoektocht. En wij zagen dat Lek oké. Dus het is lekker. Dat Lek oké. Hey, want Zuid-Afrikaans praat, dat, ja. Toen was dat er allemaal nog niet. Nee. En het is eigenlijk, want Lek oké in het West-Vlaams, dat hij, noemt hij Geert Hosten uitgevonden in zijn show. Het is goed, het is lekker. Ik was daar niet mee bezig. Voor mij was Lek oké de naam die de Congolezen gaven aan ons vader, een vis die niet te pakken was in de Congo-stroom, tellement intelligent. Et rapide. Dus dat was een compliment voor ons vader. En Lek oké... Ze noemde hem dus zo. Ze noemde, dat was zijn bijnaam. Hè. Ah, okay. Maar dan heb ik het woord geanalyseerd. Maar was Lek oké is er nooit ingekomen. Lek oké, daar staat kok in. Lek oké is, likken is oké. En we mochten nooit ons bord uitlikken, omdat dat not done was aan tafel. Van mama en papa? Bij jou thuis? Van moeder wel, maar van vader niet. Volgens de christelijke waarden was dat vies en vuil. Ja. En onze moeder zei, wacht tot dat vader zijn tuksje doet en lekt om maar je bord uit, vind je. Dus dat komt er allemaal uit. Dus ook dit heeft een verhaal. Ja. Voor mij was duidelijk dat Lek oké direct op de kaart ging staan. Ik heb ze ook direct op de kaart gestaan. Het was absoluut ook duidelijk dat ik van als de ster er kwam, dat ik de sleutel ging omdraaien. Ja. Sloes gedaan. Zot, want dat heeft toch wel wat geld gekost, dat spel. En ik ging er een soort museumke van maken. Allee, ja, tuurlijk, je moet je... Zwart, wat mooi is, want daar hangt dus ook een schilderij en daar de naam is naar je papa en het kunstwerk, want dan kom ik hier, van koffieboon tot olijf. Ja, dat heb ik gemaakt op de muur, maar ondertussen is het verdwenen. Maar goed, het moet meegaan in je tijd natuurlijk. Maar hoe was dat precies? Het moet enkel in de geest blijven. Van koffieboon tot olijf is eigenlijk de geschiedenis van papa tot Piet.
Dus jij zei Tolijfke. Ik ben Tolijfke en vader was de koffieboon. En daartussen is er een lange weg afgelegd. Vader mocht ook eerst niet naar Congo van zijn ouders enzovoort. Ja. Heeft het gemaakt en is dan alles kwijt geweest. Ik heb het ook gemaakt in Wortegem en dan is het ook wat minder gegaan. En dan heb ik mij toch ietsje meer weer opgewerkt. En dan, mijn ouders vonden ook, wat moet je in Frankrijk gaan wonen en wat dat nu. En onze moeder zei, ja, vader, je bent toch ook naar Congo geweest. En dat was eigenlijk de inspiratie van de draad van vader naar zoon. Maar Cyril heeft het restaurant overgenomen en heeft er zijn schilderij op gemaakt. Veel mensen hebben gezegd, allee Piet, dat is nu weg. En ik heb aan iedereen die dat gezegd, ik heb gezegd, moet nu een keer goed luisteren. Hè? Als Cyril dit overgenomen heeft, is het zijn weg nu. En hij doet het, ik krijg helemaal kiekenvlees over heel mijn lijf, hij doet dat zo goed. Natuurlijk, mijn zoon, schoonzoon, zijn ze, maar hij doet dat echt schitterend. Hij heeft alles veranderd. Maar waarom heb jij beslist om dat over te laten aan hem? Want hij is bij jou gestart als sous-chef meteen? Hij kookt zelfs niet. Hij doet management. Hij is gestart als... Ja, als commis-serveur. Hij is uitgegroeid tot... Ja, vind ik een schitterende maître d'hôtel, een schitterende manager. De people manager. Wat vandaag de dag belangrijker geworden is dan destijds. Maar hij heeft ook een heel goede chef die een vriend van hem is. Wie is de chef nu? Guido. Guido Torres. Schitterende gast. Ook van niks uit Colombia gekomen. Met één doel. Ik word chef. En hij is het nu. En hij doet dat schitterend goed. Dus zij mengen nu Zuid-Amerika met Frankrijk en de roots van Piet nog. Piet zit er altijd voor een klein beetje nog tussen, wat dat heel mooi is. Ja. Maar ze gaan hun eigen weg. En maar waarom heb jij beslist om dat te doen? Omdat, was het gewoon, ik heb dat niet van... beslist. Nee. Toen ik wilde sluiten na één ster... Waarom wilde jij sluiten na één ster? Omdat de cirkel rond was. Het was goed geweest. Ja. En dan heeft de jeugd gezegd, ook mijn zoon, papa, we gaan voor een tweede ster en ze zijn goed bezig. En ik gezegd, allee, goed, maar dan wil dat toch zeggen dat ik minder en minder ga werken. Ik zal aanwezig zijn, maar jullie gaan meer en meer werken. Totdat Cyril is beginnen aandelen over te nemen. En totdat hij zei, papa, ben er klaar voor? Ik zeg, zoon, hoe gelukkiger kan een vader zijn... 2019. Dat je alles overneemt. Ik heb 10 keer in zijn ogen gekeken. Ik zei, wil je het echt? Ja, papa. Ik zei, allee, voilà, dan gaan maar we Maar dat toch zeer? Nee. Nee? Nee, de overgang is... Heel mooi. Heel mooi, geleidelijk. En als je er nu naartoe kijkt, trots. Het is een raar woord, maar apentrots. Ja. Hey, hoe kan een aap nu trots zijn? Maar het is een goede uitdrukking. Het is toch, ik zeg altijd, versta je het? Dan is het goed. Hij zei het ook van, papa, ik wil ook wel mijn eigen weg gaan. Of je hebt hem dat zelf ook gezegd. Als je ooit Cyril hier voor je micro gaat hebben, mag je weten wat dat er voor je zit. Die is eigenlijk nog rapper zijn gedacht dan ik. Ja. Papa moet niet meer komen, zeg. Je stoort ons. En hij legt dat uit. En hij heeft gelijk. Ja. Van als ik binnenkom, staat iedereen recht voor selfies, voor nee. En heel die service ligt in is de naar de... Papa, hij wil komen. Komt om 12 uur. Zegt dan iedereen een goede dag. Hij gelijk. Mm-hmm. Het is het zijne. En doet het pijn? Nee, ik ben apentrots. En hoe is het gekomen? Ik ging nog altijd veel op en af naar België. En zij hadden een systeem. Quand le chef est là, on fait comme ça. Et quand le chef n'est pas là, on fait comme ça. En op den duur was ik zodanig veel weg, dat als ik terug was... dat zij gewoon hun systeem doordeden, hoe dan een service verliep, als ik er niet was. Dus die liepen mij letterlijk omver. Ja. Die deden echt. Ja, en dan wordt het godverdomme. Zeg maar, de chef is hier. En dan was het zo'n verhaling, chef.
Canada, hè, helemaal allemaal rond u. Daarvoor zeg ik, spreek ik elke chose. Ja. Papa, ze wil nu iets belangrijks zeggen. Dat werkt niet meer, hè. Dat werkt niet meer, voilà. Dat werkt niet meer, hè. Dus ja, ja. Dus, ik zei, oké. Okay. Ja. Ok, nou maar één keer zie dat niet in orde is, hij had er een probleem, hè. Ja, ja. En vanaf dan is die weg geleidelijk mooi verlopen. Maar stond Cyril dan ook vroeger als kleine jongen al vaak eens bij jou in de potten te roeren? Of is dat echt een late roeping van hem? Dat is een late roeping. Ja. Integendeel, ik heb altijd gezegd, kinders, je kunt zien dat je dat nooit doet. Ja. Het is het mooiste beroep ter wereld, maar het is een onderstel. Je moet dubbel werken dan een ander werkt. Je staat om 7 uur op en je werkt tot, je zit om 2 uur in je bed. En waarom is het dan toch het mooiste beroep? Ja, de voltooning, de creatie. Je creëert je talent dat je kunt uitbuiten. Gelukkige mensen maken. Delen, beleven. Delen, beleven. Ja. Een soort. Want, dus kun je nu zeggen, er was eigenlijk wat. In het begin van het gesprek heb je gezegd van, ja, ik moest zoeken naar mijn talent of zo. En ja, je zeggen van, had je iets anders moeten doen? Het ging niet gelukt, Ik was eigenlijk een shotter, hè. Ja. Ik was eigenlijk toch wel een goede voetballer, hè. Maar vroeger was dat toch ook zo niet, dat de miniemkes en de kadetten al opgevolgd werden voor later in het eerste te spelen. Nee. En nu zijn ze al opgevolgd van bij de pre-minim en zijn er al lijsten gemaakt van werken aan dat, werken aan dat. Toen was dat allemaal niet. Je liep rap, je moest niet rapper lopen. Je speelde rechts, je moest niet links spelen. Ik was al een shotter die twee voeten had. Ik was een rechtsvoetige die op links stond. Ja. En alles wat verdediger was die op mij moest spelen, werd zot gedraaid. Ik was een soort. Het hoort? Het gerecht is klaar. Ja, ik heb gezegd dat we tijd tekort gingen hebben. Maar dat is ongeveer het zijn dat we aan het einde van ons... Het is al gedaan. Maar als jij dan nu zegt, is tegen dat je geamuseerd hier in de podcast. Ik zou ook heel een dag kunnen Maar weet je, Piet, dat we eigenlijk al veel van het lijstje hebben afgelopen. Ja. Ja. Er zijn er misschien nog een paar. Ik wil nog je derde dood ervaren. Je hebt er al twee genoemd, maar ik heb gelezen dat je er drie had. Ik ga er de derde over spreken, maar ik ga eerst nu een keer... Ik ga kijken nu een keer wat zeggen ze. Ja, nu wat zeggen ze. De tijd is kort, maar je kunt de tijd langer maken, want ik ben eigenlijk bezig met mijn biografie. Ah ja, okay. En daar kan iedereen het horen en voelen en weten wat ik nog allemaal te zeggen heb. Die komt uit in 2022, want dan word ik 60. Ja, je wordt 60 op 7 december, hè? Ja, 2022. Hè? Kijk je daar naar uit, naar dat jaar? Ja, enorm. Naar die verjaardag? Ja, want ik heb voor mijn 40ste verjaardag 4 dagen gevierd. Voor mijn 50ste 5 dagen. Oké, dan worden er 6 dan. Dan worden er 6 in Zuid-Afrika, met al mijn maten. Echt waar? Want dat is het, hè? Frankrijk, België, Vlaanderen, Zuid-Afrika. Wat heb jij met Zuid-Afrika? Ja, ik heb sowieso iets met Afrika. Heb je wereldtournee daar ook gedaan met Likoké? Ja, ik wou dat de ziel van mijn vader, van Likoké, terug naar Afrika kwam. En ik ben er eigenlijk heel blij mee, want dat is waar hij thuis hoort. Ja. Ik ben opgevoed met een getormenteerde vader die alles kwijt geweest is. En nu zit hij terug in Zuid-Afrika. Ik heb hem symbolisch zijn geest teruggebracht, vind ik, met Likoké. En ben daar heel content mee. Dat zijn allemaal gevoelige perioden voor mij, maar die zijn nu afgesloten. Ik ben er blij mee. Ja. Het is wat het is. Ja. Ik weet nog goed dat mijn manager zei bij Likoké. Ik had een droom gehad, ik had hem gezien, ons vader, in mijn droom. En ik wou hem vastpakken en ik word wakker. En ik zei tegen Roland, die toen mijn manager was, ik zei, Roland, ik heb hem gezien en hij sprak tegen mij. Hij zegt, het is niet waar, zei hij. Hij had ook tegen mij gesproken. Hij zei, je moet zeggen aan de kleine dat het genoeg is. Hij heeft genoeg gedaan voor mij. Oké, mooi. Oef. Dat is... En het was echt, hè? Ja. Fenomenaal. Ja. Maar zwart, de derde doodservaring, want er zitten er al 4 tussenin, hè. De derde was toen ik
Marie was juist geboren en we hadden een groot feest in Lendelede. 1400 man. En ik had 3 dagen niet geslapen. En ik had dat helemaal alleen gedaan met wat hulpjes. En ja, de dag erop krijg ik iets aan mijn hart. Myocarditis en pericarditis. En dat was een virus die mij aangevallen had op mijn zwakste. En dat was omdat ik een bepaalde kinderziekte niet had. Maar daar is mij echt voor dood achter. Wauw. Ja, wauw. Ik zie nog juiste dingen. Allee, je kent dat van die plateaus op je hart. Ja. Van die grote dingen. Ja, dat is zo. Ja, dat was het einde dat ik gezien heb en dan ben ik... Maar Piet is een vechter, hè? Ja. Die is er weer doorgekomen. Oké, maar... Moet jij nu opletten, gezondheidsmatig? Ja, ik ben nu ook diabeet. Ja, opletten. Ja. Maar dat is dat niet een beetje de gang van het leven? Maar dat is je spreekt tegen een chef, opletten. Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is moeilijk. Dat zeg ik altijd, dat is uw beroep. Ik ben verslaafd aan chocolat, mag geen chocolat eten. Oh, man. Ik ben verslaafd aan eten, mag niet eten. Ik drink graag een glas, mag niet drinken. Wat schiet er dan over? Ja. Maar nog veel, ze. Nog veel. Zeg, Piet. Met een top 4 is al naar de web, hè. Maar je gaat dat toch wel een keer vergeten volgend jaar, hè. Als je 6 dagen viert in Zuid-Afrika, dan gaat het toch wel... Allee, dan moet je daar toch niet op denken. Ik denk dat ik toch nuchter ga blijven. Is dat echt? Ja, dan ben ik... Je wil het ook beleven, hè. Dan, ja, ik ben dan regisseur en dan wil ik alles zien. Oh man. Zuid-Afrika. Ik hou ook van dat land. Prachtig land. Het mooiste land ter wereld. Dat is absoluut. Absoluut. Ik ben er ook 2 keer geweest. 3 keer al. Ja. Maar goed, Piet... Voor ik naar de terugkerende vraag kom, wil ik nog 1 vraag stellen. Deze podcast is inspirerend en vooral ook naar jonge mensen. Als jij 1 tip hebt voor de toekomst, voor jonge startende horecaondernemers, wat zou dat voor jou dan zijn? Wat zou je hen willen meegeven? Goh, meegeven, dat is een grote, rustige lijst. Dat ik wil meegeven. Eerst en vooral moet je zorgen voor jezelf of dat je weet dat je talent hebt of niet. Dat is een zeer belangrijke vraag. Als je talent hebt, moet je erin geloven en je eigen ding doen. Maar moet je toch bij dat talent rustig blijven. Want ik ken chefs die 10 op 10 krijgen voor talent. Ik ga geen naam noemen. Mm-hmm. Maar 0 op 10 voor hygiëne. 0 op 10 voor people's management. 0 op 10 voor chef, 0 op 10 voor hygiëne, 0 op 10 voor alles. Ja. 0 op 10, en daar ga ik dan naar de jeugd weer, voor economische redenen. Hey, je kunt nog al talent van de wereld hebben. Nee, op het einde van de rit is het je bankrekening die telt. Dus als je van in het begin zegt, wow, ik heb kijk talent en we gaan er 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen investeren. Ja, dan begin ik al als oude rot in Belgische franken te rekenen. Mm-hmm. 120 miljoen Belgische franken. Hoe ga je dat weer winnen met een beetje winnen en een beetje teten? Ja, nee. Dat is West-Vlaamse... Talen. Taal, hè? En nuchterheid. Hè? Nuchterheid, ja. Voetjes op de grond, ja. En gebruikt uw verstand. Pietje is begonnen in een kelder met een gazen stoveke van ons moeder, met een notkot, wat dat de pedair noemden ze dat vroeger. Mm-hmm. De pedair wat dat kot was. Mm-hmm. En daar ong mijn fazanten toen in. Hè? Natuurlijk houdt dat de zone mee. Maar wil ik maar zeggen, past op je centen. En doe je ding. Maak dat je een eigen identiteit hebt. Maar gebalanceerd, hè? Moet goed zijn, hè? Ja, dat is de basis. Het eerste woord is talent, professioneel, gebalanceerd. En vanaf dan doe je ding, zowel in een brasserie of in... Want ik zie nu topbrasserieën, ik ga er eentje noemen, Bachtekerke in Deinze, denk ik dat is. Ja, dat is een brasserie, maar... Ik zou bijna zeggen, geef dat 2 sterren, want dat is onvoorstelbaar lekker. En daar zie je dan talent. Dat komt daar...
professionalisme. Terug, ja. Een goede chef, voetjes op de grond. Ja. Niet te veel tralali tralala. En je ziet ook, die investering is ook in balans. Want tijd moet in balans zijn, maar de investering ook. Hè. Ja. Je moet het eruit krijgen. Samen, hè. Ja. En ja, goed personeel rond u. People's management. Dus als ik al die jonge gasten kan inspireren, want dan komt er weer meer personeel naar ons toe, is goed. Is dat? Ja, oké. Okay. Mag ik er nog eentje aan toevoegen? Je mag alles. Dat je altijd jezelf moet blijven. Ten alle prijzen. Niet naast je schoenen lopen. Ja, maar doe je ding en jezelf blijven is hetzelfde. Dat was voor jou hetzelfde. Ja, maar doe je ding is ook van... Ja, maar ga voor jouw kreeft en jouw bloedworst, ja, als je dat wilt. Dan blijf je ook jezelf. Dan ga je je eigen niet verloochenen. Ja. Het enige dat ik nu nog kan toevoegen bij blijf jezelf... Als ik één... Maar dat is nu moeilijk, hè. Fout in mijn eigen leven mag toegeven en dat ik wil meegeven aan de jeugd... Tracht iets diplomatischer te zijn dan de grote Piet van Jatranta. Omdat de journalisten altijd op de loer liggen. Voilà. Ja. Hey, want alles wat gezegd kan tegen u. Maar ja, ik weet niet of we nog ooit zo'n bekende kok of tv-kok van Vlaanderen zullen hebben. Naast collega Jeroen Meus misschien. Dat hoeft ook niet. De chefs zijn nu de chefs van tegenwoordig. En ze zijn rock and roll. En gelijk naar Willem. De tong heb ze naar te, maar soms moet ik die tong eens leggen. Ja, absoluut. Ja, dat zeggen gelijk ze of vaak, dat de Piet... Wat zeggen ze op z'n West-Vlaanderen? Moet ik je tong draaien voordat je het was zegt? Of ze eens leggen. Of ze eens leggen. Hey, maar okay. Maar de vroegere Piet had toch ook soms een keer moeten. All right. Wel, ik vind dat heel mooi gezegd. Ja. En dan nu de terugkerende vraag. Piet, als jij in je rijk gevoelde carrière één memorabel moment eruit mag pikken. Je hebt het eigenlijk al een beetje gezegd in het begin van het gesprek, maar misschien is er nog iets anders nu. En ik mag je in een teletijdmachine stoppen. Welk moment ga je dan eruit pikken? En je had in het begin van het gesprek gezegd, moest ik nu terug naar coccidekunctie weg? Ja, nee? Maar is er nog iets anders? Het is misschien geen culinair moment. Nee, ik zou een culinair moment kiezen. Ja, maar het heeft er toch mee te maken. Oké, wat is dat moment? De geboorte van mijn twee kinderen. Raar, hè? Er zijn veel chefs die dat zeggen. Ja, de Hendrik Dierdonk heb ik gehad en die zei dat ook. Van mij hangt er iets culinairs aan. Oké, vertel. Omdat ik niet tegen bloed kan. Je gaat toch die dag in bloedborst zitten draaien? En heb ik het ook niet vooraan gezien, omdat ik dat niet tegen kan. Mm-hmm. En de verpleegsters brachten de placenta om te zien. En Vero, die zo gewerkt had voor dat kind op de wereld te zetten... Dat was de oudste Cyril? Nee, dat of was Marie. Ja. Verotje riep nog... Nee, moet dat niet doen. Je kan dat niet tegen. En om het nu culinair te maken in bepaalde... In bepaalde culturen wordt de placenta opgegeten. Klopt. En in bepaalde culturen wordt de placenta van het rund ook opgegeten. Ja? Dus ga ik nu naar culinair. Mijn grootste verwezenlijking is dat ik toch zeker 1500 mensen heb placenta doen eten zonder dat ze het wisten. Maar toch van het rund, hè? Uiteraard van Trent Sabine, alstublieft. Maar in mijn restaurant in Wortegem was het opkomen van de laatste show. En ze bellen mij en ik had toen gezworen, ik kom niet meer op televisie met kreeft en bloedworst, want de mensen zijn er niet klaar voor. En ik werd zo de... E.T. van de gastronomie genoemd. Dat is een rare. En ze bellen mij van de laatste show. Ja, meneer Huizentruid, in bepaalde culturen wordt placenta geheten. Kan jij dit live brengen bij ons? Op televisie. Ik zei, nee, ik ga dat niet doen. Oef, 20 telefoons. Meneer Huizentruid, het is maar u die dat kan. Ik zei, ja, ik weet het. Maar ik ga het niet doen. 30 telefoons, meneer Huizentruid, alsjeblieft, we vinden niemand. Ik zei, ik weet het. Ik zei, je gaat ook niemand vinden. Want het is maar jij die het kan. Ik zei, ik weet het, maar ik ga het niet doen. Oké?
Maar je kent Piet, hij doet het wel voor zijn ei. En ik heb dat dan gedaan en dat was... Ja, je moet natuurlijk alle stang eruit krijgen enzovoort. Maar bon, ik ga de details niet geven. Maar ik heb dat dan gedaan en dat was zo lekker. Dat smaakte precies naar nieuw leven. Dat was echt kei lekker. Wauw. Ja, en dan deed ik dat met zalm en van die kleine beuken, champignonnetjes, helemaal in evenwicht, weet wel. Ja. En dan, dat waren precies, ik had die gekookt en dan gefrituurd. En die smaak plofte eruit. En iedereen, zo lekker, meneer Huizentrud. En die kleine krokante dingetjes, wat was dat dan? Ik zei, kijk, ik ga nu veel zeggen, maar ik ga het niet zeggen. Ik ga het echt niet zeggen. Ik heb het ook nooit gezegd. Okay. Maar dat was dat voor al wie die krokante dingetjes ernaast gegeten heeft in het jaar 97. Bij deze, dat was dat. Wauw. En daar zou je nog eens willen naar terugkeren dan? Nee. Toch? Maar dat was mijn vraag. Ik heb eindelijk een hoogtepunt in mijn leven gecombineerd met iets... Ja, dat de mensen nooit geweten hebben wat dat ze gegeten hebben. En dat ze allemaal zeiden van, wow, zo formidabel. Hetzelfde met ik deed dus varkensdarmen in een dessert. Ooit. Dus varkensdarmen, je weet hoe dat riekt. Ja, dat riekt naar stront, hè. Ja. En ik had die zodanig bewerkt dat echt eigenlijk krokante, vettige kantjes waren met varkenssmaak en dat was super lekker. En ik zie nog altijd, ik ga de mevrouw niet bij naam noemen, en ik had dan vroeger, nu hebben ze allemaal van die drogers, maar al wat droog moest blijven, stond boven mijn fornuis. En die neemt toevallig zo'n krokantje in haar mond. Oh, Piet, zo lekker, wat is dat? Ik zei, ik kan het niet zeggen. Dat kan echt niet zijn. Alleen, nog eentje. Oh, zo lekker. En ik deed dat met een dessert met pesjes of zo. En lavendel, ik weet het niet. Allee, Pietje, zeg dat nu toch een keer. Allee, we zijn toch goed klant, we zijn vrienden. Ik zei, het zijn vette darms. Dat is niet waar, dat bestaat niet. Ik zei, riek nu een keer. Ik zei, laat nu een keer alle papillen werken. Ik zei, doe nu een keer niet gewoon smaak. Hè? Laat het nu een keer werken wat je gekregen hebt van de goeie neren. Laat het nu een keer... En gaan tot aan je sinussen. Ja. En weer een keer... Smaak begint vanaf je tanden. Ja, vanaf je lippen tot aan je sinussen. Hè? En komt terug langs je neus. Hè? Ja. En komt hier en eindigt hier pas. Hè? Ja. Ja? Voor de luisteraars, waar is dat dan? Het onderste van je keren. Ja. Bikken aan je ribbenkassen. Ja. Zeer belangrijk. Ja. En als ze dat deed, Piet had gelijk. Maar ik zeg me nu niet dat slecht is. Nee, het blijft lekker. Oké. Goed, Piet, mag ik je hartelijk bedanken voor je komst naar mijn podcast. En ik heb nog een cadeautje voor jou. Kousen. Kosten. Alsjeblieft. Ik ben vrij blij, want ik kreeg geen kosten mee. Is het waar? Sedert dat de bomma doet, hè. Okay. Dan krijgen we altijd 5 paar kosten met kerst daar. Oké, we kijken uit naar jouw 60ste verjaardag in Zuid-Afrika. We zullen er onherroepelijk van horen of overhoren. En mijn biografie. En die biografie, ja. Want dan gaat eigenlijk uw podcast gaat teuren, Ton. Ja, oké. Maar je wilt teuren doen, hè? Ja, absoluut. Dankjewel, Piet Huizentrud. Alsjeblieft, met veel plezier. Dit was het dan voor deze aflevering. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Ga naar satellitegourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify, Google en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen en subscribe.